Goedemiddag, naast mij zit Sylvie Bleker van Eyck. Zij is professor aan de VU en heeft heel veel kennis op het gebied van integriteit. We hebben hier net 3 keynotes gehad over integriteit en ik wil even spontaan aan haar vragen, wat vond zij van deze sessies? Ik was zwaar onder de indruk van de 2e sessie, van de sessie van Hester de Klokkenluider. En ik denk dat het van cruciaal belang is dat we onze mensen goed behandelen en luisteren naar wat naar boven komt. En vanuit integriteit zou ik niet willen dat er klokkenluiders zijn. Want dat betekent dat je cultuur niet veilig genoeg is. Maar ik vond het tot nu toe heel leuk. Maar Hester heeft me echt recht in mijn hart geraakt. En dat gebeurt niet meer vaak. Dat ik op een congres kom en dat er iets gebeurt waarvan ik denk, wow. Dus mijn dank daarvoor. Hoe staat het op dit moment met het verschijnsel integriteit in Nederland? Ja, hoe staat het daarmee? Volgens mij niet zo goed. Volgens mij zijn we allemaal bezig met na te denken over wat het belangrijkst is voor onszelf. En misschien, dat hoop ik dan in ieder geval, ons gezinnetje. Maar daardoor zien we niet wat er gebeurt om ons heen. En dat vind ik angstig. Ik vind het angstig te luisteren hoe iedere keer vluchtelingen weer een probleem kunnen zijn. Dan denk ik, hoe eenvoudig is het om jezelf te verplaatsen in de schoenen van iemand in nood. En hoe blij jij zou zijn geholpen te worden. We hangen de laatste tijd een beetje van schandalen aan elkaar. En ik vind als Nederland moeten we ons daarvoor toch wel schamen. En aan de andere kant hoop ik natuurlijk dat juist door media, doordat dingen beter bekend worden, dat we ook eens echt gaan opruimen. Want misschien moet Nederland een beetje Marie Kondo opruimactie voor zichzelf organiseren. Ik zou zeggen, dankjewel voor deze wijze woorden. En ik hoop u nog terug te zien straks voor het grote integriteitsdebat. Heel goed.